We zien hier de monobox van Gea. Die monobox is het nieuwe lid van de familie van de melkrobot van Gea. We zijn hier op een pilotbedrijf. Het is een van de eerste monoboxen in Nederland. Wij richten met deze melkrobot op de groep boeren tot 70 koeien. Voor grotere bedrijven hebben wij de multibox of voor de extreem grotere bedrijven de Dieren Pro Q. Het unieke van dit systeem is dat we een zeer open design hebben gemaakt, wat heel goed toegankelijk is voor de koeien en qua service en onderhoud heel eenvoudig is. De monobox is opgebouwd met de standaardmodule van de Dieren Pro Q. We hebben de basismodule gepakt die we heel veel gebruiken op rotorstallen. Met die module is de monobox ontworpen. Het voordeel is dat we dezelfde apparatuur gebruiken als op de Dieren Pro Q. Dat betekent dat er heel veel hetzelfde is. En dat betekent makkelijker te servicen, eenvoudiger onderhoud en gebruik van standaardisatie van onderdelen. En dat betekent weer een minimalisering van de onderhoudskosten. We hebben met deze robot gebruik gemaakt van een heleboel kennis die binnen Gea aanwezig is. De voerbak wordt aangepast aan de lengte van de koe. Verder zitten hier de nieuwste sensoren op die per kwartier van alles meten. Ze meten de glijbaarheid, ze meten de temperatuur, ze doen eigenlijk van alles meten. Er zit de kwartierseparatie op, dus per kwartier kunnen we de melk separeren. Wat eigenlijk uniek was, ook al in de MA1. Dit is de verzorgingsunit. Die hoort bij de monobox. De verzorgingsunit is de unit die zorgt voor de reiniging. In de verzorgingsunit zit de wasbak, de reinigingsmiddeldosering. En wat je ziet intern is dat we standaard water- en stroommeters hebben. Die dus het verwaterverbruik en het stroomverbruik meten. Dit reinigingssysteem is speciaal gemaakt dat het zich aanpast aan de omstandigheden. Is het koud, neemt hij meer warm water. Is het warm, neemt hij minder warm water. Dus hij meet de eindtemperatuur wat hij wezen moet. En op basis daarvan past hij zelf de hoeveelheid water aan. En daardoor krijgen we een optimalisatie van de kosten. Met het vernieuwde concept van melkrobot zien we dit als de nieuwe toekomst van robotmelken. A. Optimalisering van de kosten. B. Maximalisering van arbeidsgenot voor de boer en C. optimaal diercomfort voor de koe.